Goedemiddag allemaal. Het is over 4 uur, we gaan beginnen. Welkom bij de webinar en IA Masterclass voor diervoeders. Mijn naam is Kees van der Sar, ik ben de spectroscopie specialist bij Inventig Benelux. Gedurende de presentatie, als u dan vragen hebt, zet ze alsjeblieft even in de chat. Mijn collega Wendy vergaart ze dan en aan het einde van de presentatie nemen we ze even door. Nu u weet wie ik ben, wil ik u ook Inventech nog even voorstellen. Wij helpen onze klanten, bedrijven, de kwaliteit van de producten verbeteren met analyseren. Wij ontwikkelen zelf geen analyzers, maar we selecteren onze partners die analyzers maken, waarmee wij creatieve oplossingen kunnen bedenken voor uw complexe vraagstukken. Daarbij is onze aanpak vooral servicegericht. De speerpunten zijn vooral spectroscopie, beeldjesgrootteanalyse, zuurstof, viscositeit en BRICS. Onze oplossingen vindt u in het lab, naast de productlijn en inline. De meeste van onze klanten vinden we in de voedingsmiddelenindustrie en in de chemie, maar ook in de agrarische sector en in de farmaceutische industrie. Deze onderwerpen wil ik met u behandelen vandaag. Na de inleiding neem ik u mee van de spectrometrie en hoe NIR afwijkt daarin, naar de type spectrometrie. Naar de type spectrometer, sorry. En dan hoe we het NIR-spectrum, hoe dat eruit ziet en hoe we dat kunnen interpreteren. En uiteindelijk zal ik u ook wat toepassingen laten zien voor diervoeders. Ja, de kwaliteitscontrole van diervoeders, dat doe je vooral natuurlijk op de specificaties. Voedingswaarden worden dan wel berekend in het recept, maar die zullen dan uiteindelijk ook nog gemeten moeten worden. Nou, buiten de as en de vet en de eiwitgehaltes zijn er ook nog sporendieren gemeten moeten worden, zoals de PCB's en de dioxines. Dat zijn eigenlijk de sporen, als ze er dan in zitten. En nabij infrarood is daar niet gevoelig genoeg voor. Dus die laat ik even buiten beschouwing. Maar ja, zoals vocht, vet, eiwit en as, dat gaat prima. Te merken als je weet dat veel van die kwaliteitsparameters lange labmethodes kennen. Dus dat duurt gewoon lang en het is arbeidsintensief. Ik noem als voorbeeld de Kjeldal voor eiwittenbepalingen. Dat kost ook heel veel investering in apparatuur, maar ook in mensen. En dus arbeidsloon is daar ook zeker een aanzienlijke kostenpost. Nou, ook die labbepalingen die duren ook lang en vaak zijn de resultaten pas bekend als het product al op transport is of soms zelfs als het dier het gegeten heeft. NIR-spectrometrie is een stuk sneller, enkele tot tientallen seconden en dan is de meting klaar en dan heeft u uw resultaat. U heeft daarbij eigenlijk geen of nauwelijks monstervoorbereiding voor nodig en het is heel gemakkelijk te bedienen. Dat betekent dat uw procesoperators dat ook prima kunnen. We kunnen niet alleen meten wat het monster is, maar ook hoeveel er van dingen in zitten. We meten dan niet direct de ingrediënten. Of de moleculen helaas, maar slechts de verbindingen. Dus hè, zoals je ziet, verbindingen tussen de koolstof en de waterstof, enzovoort enzovoort. En later ga ik daar nog even op terugkomen. Goed, laten we eens even kijken naar NIR-spectrometrie en hoe dat afwijkt. Even om te beginnen, even het geheugen opfrissen. Hier ziet u een elektromagnetisch spectrum. In het midden ziet u het zichtbaar licht. En links daarvan noemen we de ioniserende straling. En rechts is het licht met de langere golflengtes. En daarbij infrarood zit zo tussen het zichtbare licht en het mid-infrarood in. En de golflengtes zijn 780 nanometer tot 2500 nanometer. Nou, als we daarbij infrarood willen meten, dan is het typisch een verschilmeting. Dat betekent dat we eerst moeten weten wat de 100% meting is, hè, dus wat het licht wat van de bron afkomt. Dus daar beginnen we mee. Dat doen we met een typisch materiaal wat zo'n beetje 100% reflectie geeft over de hele breedte van het nabij infrarood spectrum. Dat noemen we spectralon. Dat doen we zo tussen de 1 keer per dag tot wel bij elke meting. Dat ligt een beetje aan of u het heel praktisch insteekt of dat u eigenlijk aan de academische kant zit van het meten. En daarna kunnen we het monster meten. En dan krijg je typisch van die spectra zoals je dat links ziet. Dat zijn gestapelde spectra van een aantal monsters.
En dat is eigenlijk het verschil tussen het signaal wat we kregen met de 100% meting, met de spectralon, en uw monsters. Nu we dus weten wat de intensiteit is van uw referentie en de intensiteit die terugkomt van uw monster, kunnen we de reflectie berekenen. En dat is niet meer dan een verhouding. Maar om, voor de makkelijkere interpretatie berekenen we liever de absorptie. En dan is er een piek die we zien, eigenlijk de mate van het signaal dat wordt geabsorbeerd. Nou, hoe gaat dat nou eigenlijk? Hoe verhouden zich dan het signaal en de materie? Nou, er zijn verschillende manieren hoe die interactie met nabij-infrarood is. En ik neem ze even door met u van links naar rechts. En links ziet u absorptie. En wat daar gebeurt is dat het signaal compleet uitdooft. Er komt dus niks op mijn detector. En ik meet dus eigenlijk helemaal niets. Dat is dus niet bruikbaar. De tweede, dat is een spiegelende reflectie. Al het licht wat er op het materiaal komt, ketst weer terug. Ik krijg alles in mijn detector, want er is ook helemaal geen interactie met het materiaal. Daar hebben we dus ook niks aan. Dan hebben we de diffuse reflectie. Daar hebben we wel interactie met het materiaal. En het signaal komt terug naar de detector. Nou, dit is een veelgebruikte manier van nabij-infrarood meten. Dan hebben we nog transmissie. Dat is voor vloeistoffen, daar ga ik vandaag niet op in. Dat kan een webinar op zichzelf zijn. Daarnaast hebben we nog de diffuse transmissie. En dat is dus terwijl dat het signaal door de materie gaat, heeft het interactie met de deeltjes. Bijvoorbeeld met soja of mais. Dus dan gaat het licht eigenlijk tussen de deeltjes door en heeft dus dan ook interactie met die deeltjes. Maar over deeltjes gesproken, neer heeft slechts een beperkte indringdiepte. En dan hebben we het over zo'n 0,1, 0,2 millimeter. En als een deeltje groter is van pak een beet een halve tot een millimeter, dan kunnen we best wel in de problemen komen. Kijk, bij diervoeders hebben we al vaak te maken met wat grotere deeltjes. Dus dat is wel iets om even aandacht aan te besteden. Met nabij-infrarood komt het op neer dus dat we alleen maar de buitenkant van het deeltje meten. En als het deeltje dan niet homogeen is verdeeld, dan krijgen we dus geen representatieve meting van de nabij-infrarood. En dat hebben we al gauw, hè? Dus als we een coating hebben met een vetlaagje, dan meten we alleen het vetlaagje en niet de voedingswaarde van het deeltje zelf. Nou, we kunnen dat best eenvoudig oplossen door het te malen. Maar dan introduceren we wel een variabele, want hoe lang gaan we malen? En hoe lang u maalt heeft al wel degelijk invloed op hoe het signaal interactie heeft met het product, met het monster. Mocht u daar ook nog eens vocht bij meten, dan moet u weten dat als u maalt, u een deel van het vocht verliest. En u weet nooit precies hoeveel dat is. Dus daarmee wordt uw vochtanalyse ook niet representatief. Nou, eens even kijken hoe we zitten op onze reis. We weten nu wat neerspectrometrie is. We kunnen nu even kijken naar de spectrometers zelf. En daar hebben we eigenlijk pak een beetje drie smaken van. En ik neem ze even één voor één met u door. Als het gaat om een spectrometer op basis van filters, ja, die is het eenvoudigst in zijn soort. De keuze voor de golflengtes die we willen meten, doen we met de filters. Dat zijn eigenlijk bandfilters, hè, dus u heeft een bepaald bandbreedte die u eruit filtert en dat komt dan op uw detector. De specifieke golflengtes die we dan kiezen, hebben relatie met de parameter die u wilt meten. Later kom ik daar ook wel even op terug. Maar het kiezen van zo'n filter, we hebben ook nog een filter nodig voor de achtergrond. Dus dat is waar uw parameter geen absorptie vertoont. Dus dat er, wat er ook gebeurt met die parameter, daar zal het signaal dan niet veranderen. En dat is best wel lastig om te kiezen. En ook dat zal u later leren. Even naar het dispersieve manier van meten. U heeft vast wel eens een... Wacht even, hier gaat iets niet goed. Neem je niet kwalijk.
Deze wilde ik u laten zien. U heeft vast wel eens een prisma gezien waarin het witte licht wordt gespreid in verschillende kleuren. Bij neer kunnen we dat ook doen. We kunnen daar ook mee de golflengtes uiteentrekken. Je kunt het ook scannend doen, dus dan gaat de monochromator die beweegt dan heen en weer en projecteert de golflengtes één voor één op de detector. Zo'n detector is vaak gemaakt van een legering van indium, gallium en arsenicum. En het voordeel bij zo'n scannende monochromator is dat u dan één enkele detector gebruikt. Je kunt hem dan goed koelen, waardoor er een lager achtergrondsignaal komt. En daarmee verbetert u dus het signaal-ruisverhouding en krijgt u een hogere gevoeligheid. U kunt dus beter en nauwkeuriger meten. Nou ja, we hebben gezien dat het neerspectrum is behoorlijk breed, 780 tot 1500 nanometer. En willen we dat met enige resolutie nog kunnen meten, dan zullen we dat moeten opsplitsen en verdelen over meerdere monochromators. En dan hebben we vaak een combinatie van vast en scannende monochromators. Ja, bij zo'n scannende monochromator wil ik nog even zeggen, bedenk dat alles wat beweegt ook slijt. En ja, als het gaat slijten, dan gaat het ook onnauwkeurig worden. Het gaat wat speling krijgen. En dat is zeer lastig met spectroscopie, want dan gaan we gewoon. Dat heeft direct invloed op uw meetnauwkeurigheid. Dus het liefst zouden wij een vaste monochromator hebben. Maar ja, zoals we net hebben gezien, het heeft een beperkte resolutie en het is minder gevoelig. Als laatste even de FT-NIR. Ja, dat is best wel een complexe manier van een spectrometer bouwen. Ik wil daar nu niet te diep op ingaan, maar de basis van het principe is dat er interferentie van de golven ontstaat. En we hebben dus te maken met uitdoven en versterken van bepaalde golflengtes na elkaar. Zo'n spectrometer als deze, die kent een hele hoge resolutie. En ja, eigenlijk te hoog ook voor nabij infrarood, want dat hebben we eigenlijk niet nodig. Nabij infrarood heeft best wel brede absorptiepieken. Dus daar hebben we eigenlijk niet zo'n hele hoge resolutie voor nodig. Het is duur om te ontwerpen, duur om te bouwen en dus ook duur in de aanschaf. Daarbij is er een laser die zorgt voor de timing. En dat is een verbruiksartikel en dat is best wel een duur onderdeel. We zien deze spectrometers eigenlijk alleen maar bij R&D. Nou, als we ze even onder elkaar zetten. Kort gezegd, die filterspectrometers. Ja, slechte resolutie, ja, 1 of 2 of 3 filters uiteindelijk. Gevoeligheid is vaak wel goed genoeg en de prijs is aantrekkelijk. Maar het aantal dingen wat je ermee kunt meten is beperkt. Een vaste monochromator, dat heeft een hogere resolutie, zeker. Gevoeligheid is vaak goed genoeg en is daarom ook wel breed inzetbaar voor routinematige analyse. Zoals kennende en zo'n Fourier-transform spectrometer, ja, dan hebben we het eigenlijk wel over de eredivisie. Goede tot perfecte specs, maar ja, vaak bij diervoerders is dat gewoon veel. Goed, we zitten nu hier met onze lijst. De spectrometrie kennen we nu, de spectrometers hebben we van geleerd. Laten we nou eens even kijken naar hoe zo'n spectrum er nou uiteindelijk uitziet. En hoe we die kunnen interpreteren. Nou, schrik niet, hier staat een heleboel informatie op. Ik neem u daar gewoon even doorheen. Dit zijn eigenlijk de absorptiebanden van de functionele groepen in een nabij infrarood gebied. En een functionele groep is een deel van een molecuul. Als we even mais nemen als voorbeeld, dan denkt u bijvoorbeeld aan koolhydraten. En zo'n koolhydraat, ja, dat bestaat uit CH3 groepen, CH2 groepen, CH groepen, maar ook OH groepen. En natuurlijk ook uw water. En die vinden we dan op deze manier terug, tenminste de absorptiebanden, in neerspectrum. Maar ook hier en hier. En hier, en hier, en zelfs ook hier. De info herhaalt zich dus in het hele spectrum en dat noemen we overtones. En dat is fantastisch, want dat betekent eigenlijk dat we het hele spectrum niet per se hoeven te meten om onze informatie te geven. Aan de andere kant, als we nu een filter gebruiken van, laten we zeggen, de 1400 nanometer, om uw
om uw water te meten, dan zoals hier, sorry, hier is de 1400, dan, ja, dan ziet u dat er ook andere pieken onder liggen vanuit die koolhydraten die dat beïnvloeden. Dus uiteindelijk is het dan heel moeilijk te bepalen wat nou eigenlijk die absorptie heeft gegeven. Die absorptieverschil, is dat nou een concentratieverschil in water, dus vochtigheid, of is het de concentratie aan de koolhydraten? Ja, op die manier wordt het heel lastig. En moeten we dus eigenlijk wel heel goed kijken wat we aan het doen zijn. Maar dus we vinden ons daar wel eigenlijk op glad ijs. Nou, hier ziet u eigenlijk zo'n nabij-infrarood spectrum, een volledig spectrum. Van een aantal monsters die op elkaar gestapeld zijn. En ik heb met de pijltjes aangegeven de overtones van water, de absorptie van water. Nou, ik heb ze ook even in de tabel aangegeven. Een leuk detail is dat er is ook nog een waterabsorptiepiek bij zo'n 700 nanometer. Die is zeer breed en die loopt ook ver door in het zichtbare gebied. En dat maakt dat wij water zien als blauw. Goed, zo'n spectrum dat lezen we dus van rechts naar links. En daarbij zoeken we naar herhalende pieken. En die proberen dan te linken aan de functionele groepen. En die dan mogelijkerwijs iets verklaren uit ons monster. He, dus als we dus naar die koolhydratenverschillen kijken in uw mais, dan kijken we bij verschillende monsters, die stapelen we dan en dan zien we waar nou precies die absorptieverschillen zitten. En of dat nou een beetje logisch is. He, zien we dan inderdaad bij de CA2, CA3 groepen, zien we daar verschillen en ook bij de OH groepen. En we gaan dan zo proberen die functionele groepen dus aan moleculen en dus aan uw ingrediënten te koppelen. Wat kunnen we daar nou eigenlijk allemaal mee en wat kunnen we daar nou ook niet mee? Kijk, die pieken die wijzen dan wel op functionele groepen, maar ze geven eigenlijk geen informatie over de moleculen. En dus helaas ook niet over ingrediënten. Daarbij zijn er veel overlappende pieken en dat is best wel lastig. Maar het geeft ook een voordeel, want daarmee ontstaat er dus een vingerafdruk specifiek voor een monster of een variatie op een monster. En dat is helemaal super, want daarmee kunnen we de stoffen herkennen. Zoals bij ingangscontrole of bij uw eindproduct. Ja, kwantitatief kunnen we ook nog wel doen, maar dat is wel erg lastig. Want wat veroorzaakt nu precies die absorptie bij bepaalde golflengte? We kunnen dat doen, maar dan zie je wel dat we vaak chemometrie nodig hebben om dat goed uit elkaar te trekken. Goed, meer spectrum. We hebben er nu ook geleerd wat dat is. Laten we nou eens even kijken naar hoe we dat allemaal kunnen toepassen binnen de diervoeders. Goed, we hebben dus aan de ene kant kwalitatief en aan de andere kant kwantitatief toepassingen. Kwalitatief, ja, heeft u bijna of eigenlijk helemaal geen calibratie nodig. Hooguit een database waar u dus eigenlijk uw referentiespectra opslaat om daarmee de onbekende te kunnen vergelijken. Bij kwantitatief meten is het vooral belang welk spectrometer u heeft. En ik neem ze de drie, tenminste ik neem ze even met u door, niet alle drie, maar ik neem er even een aantal met u door. En daar hebben we ook nog een aantal afwegingen die we even moeten bekijken. En uiteindelijk laat ik u ook even zien wat de keuzes zijn die Inventag biedt. Nou, hier ziet u een enkele scan van een onbekend monster en die willen we kwalitatief beoordelen. Tegen een hele eenvoudige database, daar zitten er maar drie in, dextrose, suiker en bij in dit geval. En het monster die wordt dus terugherkend als een van deze. Nou, helemaal goed, dit kunnen we dus heel makkelijk doen, dit gaat super super snel. Heel eenvoudig op te stellen. Ja, u moet alleen wel begrijpen dat dit natuurlijk alleen maar kan als u volledige scans heeft. Of een deel daarvan. Maar in ieder geval, we kunnen het niet met een filter spectrometer doen. Wat we ook kunnen doen is wat we ook kwalitatief kunnen doen, is eigenlijk het proces volgen met continu scans te nemen. We berekenen dan blokken, zoals u dat kent van een voorschrijdend gemiddelde te berekenen. Alleen en dan gaan we die blokken met elkaar vergelijken. En wanneer het verschil tussen die blokken niet meer afneemt, dan kunnen we zeggen, ja, dit is het eindpunt van het proces. Er verandert en niks meer in mijn proces. Nou, stel je voor dat u dat doet bij het mengen. Dan zullen we zien dat hoe verder het mengen gaat, hoe kleiner die verschillen tussen die blokken gaan worden.
En je kunt dus instellen van oké, maar als het dan onder een bepaalde waarde valt, ja, dan is dus is de menger klaar. En dan kunnen we hem dus afzetten en doorgaan met de volgende stap van de inhoud. Ja, bij kwantitatief gebruiken we de wet van Lambert-Weer. En die stelt dat de absorptie evenredig is met de concentratie. De epsilon, die je ziet hier in deze formule, is natuurlijk afhankelijk van de golflengte. He, als we nou even terugpakken op die absorptie, op de hele scan, dan zagen we dat water bij een aantal specifieke golflengtes absorbeert. Daarbuiten niet. Dus de epsilon is voor water buiten die bepaalde golflengtes is dan nul. Maar epsilon is ook afhankelijk van de temperatuur. En dat is goed onthouden, want dat betekent dus eigenlijk dat we graag bij een constante temperatuur meten als het gaat om neer. Epsilon wordt eigenlijk altijd empirisch bepaald door middel van calibratie. Nou, en zo werkt dat met een filterspectrometer. Ik kies er dus een specifiek punt waar ik weet dat mijn variaties zitten als het gaat om een bepaalde parameter, laten we zeggen vocht. En ik kies een golflengte, een filter voor een golflengte waar die variatie dan niet in zit. De epsilon wordt hier berekend met een eenvoudige kleinste kwadratenmethode, of zoals u misschien ook wel kent als met lineaire regressie. Ja, dan ziet de calibratielijn eigenlijk heel bekend uit, zoals u dat herkent van elke univariate methode, zoals met UVVS of HPLC. En we kunnen heel gemakkelijk zo de concentratie van onbekende berekenen. Nou, bij een volledig spectrum is de absorptie niet meer een waarde, maar een hele reeks van waarden, of wel een vector. En hier betreden we dan eigenlijk de lineaire algebra. En dat is eigenlijk wat er op de achtergrond gebeurt bij chemometrie. En dat gaat echt veel te ver om dat nu hier uit te leggen. Daar kan ik ook weer een hele aparte webinar voor opzetten. Maar waar het om gaat is dat de computer de factoren berekent in een formule zoals we dat hier zien links onderin. Nou, zo'n calibratie gaat er uiteindelijk zo uitzien. We hebben heel veel van die calibratiemonsters nodig. En we spreken eigenlijk hier niet meer over een calibratie, maar over een voorspellend model. Voor een kwantitatief model, ik zei het al, zijn er vele monsters nodig. Minder dan 20, dan doen we eigenlijk al niks. Er zijn natuurlijk ook wel commerciële modellen te koop. En die zijn vaak al opgebouwd uit duizenden calibraties. Dan is het eigenlijk het werk allemaal al gedaan voor u. Onthoud dat een calibratie nooit nauwkeuriger kan zijn dan die van uw referentiemethode. Dus als u een calibratie wil opbouwen, zorg dan dat u een referentiemethode heeft die erg nauwkeurig is. Want daar plukt u de vruchten van in uw voorspellend model later. Nou, hoe kan Eventag u hierbij helpen? Nou, als het gaat om voor lab of voor Adline, hebben we hier een handheld daarbij, infrarood spectrometer. Die werkt op batterijen. En als u continu achter u zou meten, dan haalt de batterij dat prima. De batterij is overigens ook gewoon oplaadbaar. Dan hebben we een neer met calibraties. Die is vergelijkbaar met een VOS nabij infrarood, maar dan een stuk voordeliger. En ook stabieler, durf ik wel te zeggen. En dan hebben we nog een filter spectrometer, dus die werkt dus met discrete golflengtes. Die kunnen we in het lab of met line gebruiken, maar die kunnen we ook inline gebruiken. Nou, dan hebben we nog een inline spectrometer die het volledige spectrum kan meten. U kunt daar dus veel meer parameters bij meten en u kunt een veel robuustere calibratie gebruiken door middel van die chemometrie die we net besproken hebben. Nou, dan hebben we ook nog eigenlijk precies dezelfde neer, maar dan is die draadloos. Hè? Dus die wordt gevoed door een batterij en die communiceert via een wifi-netwerk. U kunt hierbij dus makkelijk wisselen van de ene naar de andere productielijn. Nou, het belangrijkste van alles is eigenlijk dat Eventag jullie kan helpen met het opzetten van uw applicatie. We hebben een ruime ervaring in spectroscopie en chemometrie. Dus u staat er niet alleen voor wat ons betreft. Nou, dit brengt ons tot het einde. We hebben geleerd dat dat voor snelle bepaling van vet en eiwit en vocht en zo, neer u heel goed kan helpen. En we hebben gezien hoe neer eigenlijk gemeten wordt en welke technieken er daarvoor beschikbaar zijn. We hebben kwalitatief en kwantitatief applicaties besproken
en hoe we die moeten opzetten. En ook hoe Eventig u kan helpen met met de producten en met de ondersteuning daarin. Ik kan er nog heel veel meer over zeggen. Dat gaat voor nu te ver. Wilt u meer weten? Neem graag even contact met ons op. Bel ons, stuur een e-mail of kijk even op onze website. Maar voor nu, ja, als u nu vragen hebt, dan zal ik ze nu graag even met u doornemen. Wendy, hebben we nog vragen? Nee, Kees, er zijn helemaal geen vragen binnengekomen op het moment. Ik kan me wel voorstellen, want dat het best allemaal ingewikkeld is voor iedereen. En dat wel prijs wordt gesteld op dat we het even zeg maar nog nasturen. Mochten er later nog vragen zijn. Als mensen opnieuw zeg maar de opname hebben bekeken, dan kunnen ze die altijd stellen, denk ik, toch? Zeker, ja zeker. Ja hoor. Zeker. Oké, dan ga ik dat in ieder geval doen. Ik ga iedereen zeg maar een opname sturen van de presentatie of een link ernaartoe in ieder geval. En mochten er dan nog vragen zijn, dan kunnen ze die altijd even aan jou of aan mij via de mail doorsturen. Denk ik dat we nu het beste kunnen gaan afronden. Ik zie hier dat Sien Broersen heeft nog een vraag. Kun je een prijsindicatie geven voor een inline meting, zegt Sien Broersen. Ja, dat kan ik denk ik wel. Voor zo'n spectrometer met discrete met filters moet je zo denken aan zo'n 20.000 euro. Gaat het voor een full spectrum, dan, die heeft u een draadloze gezien en niet een draadloze. Die niet draadloze, dus de eenvoudigste in zijn soort, moet u denken aan zo'n 30.000, 35.000 euro. Oké, okay, is je vraag daarmee beantwoord zien? Of kunnen we daar nog meer over zeggen? Ik kan er niet zoveel meer over zeggen. Dan, nee, ja, dus... nee. Ik heb Siem. Oh nee, Siem, dat gaat niet. Ik kan hem niet aanzetten. Nee, oké. Okay. Ik dacht even, misschien kan ik Siem nog even zelf het platform geven, maar dat lukt me niet. Hij zegt wel, hij vraagt nog wel hoeveel calibraties er dan nodig zijn. Voor zo'n filter instrument waren dan een stuk of 5 tot 10. En voor zo'n volledig spectrum, dat ligt er een beetje aan wat u wil meten. Maar we denken aan minimaal 50, om een beetje een model te kunnen bouwen. Oké. Okay. Nou, mocht je verder nog vragen hebben, Siem, dan kun je altijd even persoonlijk contact opnemen. Oh, hij zegt nog wel, werkt dat dan voor alle producten? Nee, voor een nieuw product moet u weer een nieuwe calibratie opzetten. Nabijinfrarood is erg gevoelig voor de matrix. Dus het verschil tussen... voor runderen of voor zeugen, dat is een te groot verschil om in één calibratie te doen. Dus je zult daar dan weer een nieuwe calibratie voor moeten opzetten. Oké. Okay. Ik krijg hier nog een vraag binnen. Het gaat, staat, hij geeft nog even aan, het is voor een fabriek met 500 recepten. Ik denk dat zijn vraag wel beantwoord is, maar... Dat is wel lastig om dat inline te doen, ja. Ja, misschien kunnen we dat beter bespreken om dat offline te doen. Met een commerciële calibratie. Oké. Okay. Oké, zoals ik al zei, Siem, is misschien goed om gewoon even rechtstreeks contact op te nemen met Kees. Want dan kan die even met je doorpraten daarover. Verder heb ik geen vragen van de overige deelnemers. Dus ik stel voor dat we deze sessie voor nu gewoon gaan beëindigen. Er zijn nog andere webinars de komende periode die op de agenda staan. Dus dan kun je altijd even kijken op www.inventech.nl/nl. En dan /webinars. En daar vind je dus een overzicht van alle webinars en kun je ze ook terugkijken. Maar we sturen de link, of het filmpje ook nog even aan jullie door. Wil ik jullie voor nu bedanken voor de deelname. Zoals ik al zei, mochten er nog vragen zijn, stuur u gerust aan ons door. Of telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook altijd. Ik wens jullie nog een fijne avond voor nu.
Dankjewel, Kees. Dank u wel.